15 jaar geleden kwam ik naar Nederland. Doordat ik mijn verblijf wou regelen, moest ik mij inschrijven op het adres van mijn partner. 960 kregen we elke maand, maar vanaf ik me heb ingeschreven, kregen we 630. Waaronder ik met 2 volwassenen en 5 kinderen moet uitkomen. Wij hadden schuld van NUON, schuld van de huur, schuld van water, je ziekenfonds, eigenlijk alles wat je maar noemen kan. Het was heel erg boven mijn hoofd gegroeid. Goedemiddag, tot mevrouw Pettersen. Hoe kwam Charlotte voor het eerst bij jou binnen? Ze was heel gestresseerd. Ze was zowel zij als haar echtgenoot heel erg aangedaan. En iedere keer was het ook zo. Dus ze moesten ook ongelooflijk veel huilen. En ze hadden ook moeite om informatie te onthouden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zal voor u kijken. Neemt u plaats. Ik ga voor u bellen. Ik heb dezelfde dag gebeld en betalingsregelingen afgesproken. Ook dan heb je al rust, meer rust in de zaak. En ja, vervolgens had ik het probleem. Ze waren zo bang om naar mij toe te komen, dat die termijn, eigenlijk om een rechtsmiddel te kunnen aanwenden, was al voorbij. Hoe was dat voor jou om naar een advocaat te gaan? Nou, het was voor mij heel moeilijk. Ik durfde gewoon niet. Ik was bang in de zin van, misschien kon ik niet geholpen worden. Bang in de zin van, ik wil het ook zelf. Had ze dit niet zelf kunnen oplossen? Nee, totaal niet. De bijstandsaanvraag was gebaseerd op rechtspraak. Dat is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Dus dat had ze zelf niet kunnen doen. En het probleem met de Belastingdienst was een moeilijke wisselwerking tussen haar verblijfsrechtelijke situatie en het recht op toeslag. En dat heb ik aangegeven en om die reden heeft ze die zaak gewonnen. Jij zegt, ik wil het alsmaar zelf oplossen en het lukte me niet. Hoe belangrijk is het dan dat je naar een advocaat toe kan? Nou, het is heel belangrijk, want als je het niet opgelost kan krijgen in je eentje, dan heb je een kanjer van een probleem. En als zij niet hadden ingegrepen, dan hadden zij hun huis verloren en stonden ze gewoon op straat. Hoe lang ben je uiteindelijk bezig geweest met de zaak van Charlotte? Ja, lang, want zij kwam... Hoeveel uur? Ja, nou, dat zou ik moeten optellen. Maar ik denk, iedere zaak was ver boven de 20 uur. En hoeveel krijg je vergoed? 8 uur per zaak. En het waren 3 zaken. Kan jij op deze manier nog een minimuminkomen verwerven? Ik bereik een minimuminkomen, maar daarmee is eigenlijk alles gezegd. Ieder advocaat heeft hun eigen manier om te overleven. Maar het wordt steeds moeilijker. Stel dat je dan straks niet meer naar een advocaat kan om dit soort problemen op te lossen. Als ik eerlijk moet zijn, dan heb je heel veel mensen die depressief gaan raken, die ziek gaan worden, die gewoon op straat gezet gaan worden. Of je hebt mensen die dan de criminele pad opgaan. Want je moet overleven. Je moet iets doen om je dingen niet kwijt te raken. Dus ja, er kan heel veel gaan gebeuren. Minister Dekker, zijn uitgangspunt is eigenlijk, mensen gaan te snel naar een advocaat. Dat is absoluut niet waar. Ik heb heel veel moeite om cliënten te motiveren om met hun zaak door te zetten. En als zij naar mij toe komen binnen de periode, dan is ook nog een drempel van, mag ik in verzet komen? Word ik gehoord als ik iets doe? Gaat het helpen? Dit wordt eigenlijk totaal miskend door de standpunten van de minister en de aanvallen op de gefinancierde rechtsbijstand. Maar ik vind dat we dan ook fundamenteel moeten kijken naar het stelsel. Dat we moeten kijken of we kunnen komen tot minder procederen en minder
minder toevoegingen van advocaten. Ik heb veel te veel cliënten om onnodige procedures te zullen willen beginnen. Ik spreek dan voor dit kantoor waaraan ik verbonden ben, maar er is niemand hier die onnodige procedures brengt. Totaal niet. Dat is een fictie. Ik vind dat het anders moet. Ik vind dat we het stelsel voor rechtsbijstand fundamenteel moeten herzien. Ik vind dus dat we het niet bij het oude moeten laten. Wat ik vind is dat hij eigenlijk helemaal geen verstand heeft van de mensen die afhankelijk zijn van gefinancierde rechtsbijstand. In ieder geval, de mensen die ik in mijn praktijk zie, daar wordt geen misbruik van gemaakt. Het zijn dus bijna allemaal mensen die hele ernstige problemen hebben die ze niet zelf kunnen oplossen. Hij heeft niet een goed beeld van het werk van de sociale advocaat. Ik vind dat we veel meer moeten kijken, kunnen we komen naar het oplossen van problemen veel meer aan de voorkant, daar waar ze ontstaan, in plaats van aan de achterkant bij de rechter met een toegevoegde advocaat. Nou, mijn idee is het niet dat het slecht functioneert. Het werkt en op dit moment worden mensen in staat gesteld om hun rechten te behalen. Maar als aan dat systeem wordt gekapt, dan gaat iets vreselijks gebeuren, want dan hebben die mensen geen toegang meer. Wat zou jij tegen de minister willen zeggen? Nou, misschien het meest bescheiden en direct is: laat het systeem in stand zoals het nu is. Dat is het eerste. En luister naar de orde en naar de sociale advocaten. Luister goed naar ze en kijk heel goed naar de cliënten die ze bijstaan. En zorg dat systeem gerespecteerd wordt. Want het gaat uiteindelijk om het respect voor de mensen die anders geen toegang hebben tot het recht, tot hun rechten.